Beertje. What up? Een nieuwe maand, een nieuwe sip of the month. Hoewel dat natuurlijk niet altijd opgaat, doen we onze stinkende best om het wel zoveel mogelijk tot stand te laten komen op het moment dat het tot stand mag komen. Het is december. Als je goed luistert, hoor je de kerstklokjes. Dus we kunnen er eigenlijk niet aan ontgaan om een kerstbier mee te pakken in deze sip op de mond. Af en toe fluctueert het, af en toe blijft het stabiel. Volgens mij ben ik er officieus sinds dag 1 bij, maar heb ik 2 biertjes gemist in den beginnen. Omwille van, hoe heet dat dan? De ziekenhuisproblematiek, medische dilemma's, you name it. Ach, we zijn er nu bij. We gaan hem nu openmaken. Let's go. En wat schenken we dan uit? Volgens mij is het heden ten dagen een barley wine. Eventjes was ik in twijfel of dit niet een versneden variant was van 2021. Het dopje geeft een niveau. Geenszins iets prijs. Dus laten we gewoon maar doorduiken naar het bier om te kijken wat er daadwerkelijk in petto is genomen. Ik moet zeggen, de neus, die zegt niet heel veel in petto. Niet heel dik op de rozijntjes. Niet heel dik op de vijgendadels. Wel enigszins kruidig. Op basis van deze neus zit ik meer op een quadruppelboot. Maar kijkende naar de Dutch Beer Dad, valt het alleszins mee wat het verschil is tussen een barley wine en een quadruppel. Ik vind het een redelijk kruidig bier, gelukkig niet die typische kerstkruiders in het bier. Dus laten we eens gaan kijken wat er zoal op het flesje staat. Lieve mensen, wat is het toch fijn dat we 2 dagen vrij hebben. Het zijn er bij mij zelfs 4, dus dat is zeker fijn. En dat allemaal te danken hebben aan de geboorte van onze lieve vriend, Jezus Christus. Wat een feest moet dat geweest zijn in die stal in Bethlehem. De 3 wijzen kwamen hem goud, mirre en wierook brengen. Wij brengen nu bier. Goed bier. Goed voor 9% aan alcoholen. Want laten we eerlijk wezen, hoe komen we anders al die lange dagen door? Laat het u smaken. Oké. De hopsoorten die gebruikt zijn in ieder geval Norton Brewer, Styrian Golding en Challenger. Zullen we heel diep in detail rijden, dan zijn de mouten Pale Ale, Special B, Biscuit en Crystal. En volgens mij is het een logootje voor gist. En daarachter staat Lallemand Abbaye. Klinkt een beetje als een, hoe heet dat, kloostergist. Vergist met de heerlijke authentieke honing van de Sint-Janshoeve te Deurne. 9% aan alcoholen, maar van het woord barley wine wordt met geen woord gerept aan flasje. Dus laten we er maar gewoon induiken, laten we maar gewoon kijken hoe die op mijn smaakpapillen daadwerkelijk tot uiting komt. Ik zeg, nieuwe stip op de mond, proost. Hij is toch wel enigszins scherp te noemen op zijn kruidigheid. Dus niet per se vervelend. Ik wil ook zeggen dat het meer herfstig is dan kerstig. Ja, ik zeg al, ik ben daar enigszins verpest door. Het is lang geleden, want je grijpt er daardoor ook niet meer naar. Naar die typische kerstbieren, die typische Belgische kerstbieren vooral. Wat ik hier denk te proeven is een vleugje van kaneel.
toch ook wel iets van een koriander of iets dergelijks. Dus het zijn niet alleen specerijen mijn inziens, maar ook kruiden. Ik zie hier nog een profieltje staan, daar staat in bitter, zoet, moutig, fruitig, support local beer. En ik moet wel zeggen, ik vind het heel lucratief. Ja, ik pleit daar wel vaker voor. Ik heb het daar vaker over. En hierin merk ik ook dat ik het echt mis. Zet er gewoon op wat erin zit. Je hoeft niet je hele recept prijs te geven. Maar je kan toch zeker neerzetten wat men zoal kan verwachten. Lijkt mij dan toch. Gelukkig zitten we in 2022. Hebben wij mobiele telefoons voorhanden? Ja. Beschikken wij over Untappd? En kunnen wij intypen Engelbertus? Winter. Kerst. Volgens mij heb ik het hele woord Merry Effing Christmas nog helemaal niet eens benoemd. Op de fles staat 9%. Op de app staat 10%. Dit zal het oude recept zijn. Ja, absoluut. We hebben ook de Merry Effing Christmas 2022 met 9% aan alcoholen, wat daadwerkelijk een body wine betreft. En onze Monica, mogen wij dat zeggen? Geen idee, maar ja, wij zeggen dat. Zegt erover wat kruidig, rood fruit en een zoetje. In combinatie met crème brûlée. Oh, wacht, dit is haar food pairing. Ja, dat doet. Mo beer en food pairing. Dat is een dingetje. Ik denk niet dat dit over het bier gaat, maar ik denk dat dit de food pairing is. In combinatie met crème brûlée van gorgonzola. Vind ik überhaupt interessant. Crème brûlée, gorgonzola. Ik zou dat per se niet zelf bestellen. En rozemarijn. Komt de rozemarijn en kaas mooi naar voren. Ach, hè. We hebben nog ook een aantal andere mensen die er iets van vinden. Wat kruidig, beetje rood fruit en een aangenaam zoetje op de achtergrond. Springt niet echt ergens uit. Prima barley wine. Krijgen we weer dezelfde food pairing. Want we hebben hier te maken met Yoda's Beer Hut. Niet geheel toevallig dezelfde food pairing, mag ik je vertellen. Heel veel mensen zetten er natuurlijk ook helemaal niks bij, zoals altijd. Zijn de fijnste. Het zijn er dit keer heel veel. En dat duidt ook op. Want er zijn maar 17 check-ins. We hebben 2 geschreven reviews. We hebben 15 recensies. We komen uit op 3,8 sterren op Untappd. Oftewel dopjes. Zou ik hem zelf niet geven. Maar ach. Het is een leuke winterwarmer, kun je stellen. Ik denk dat het prima zou doen als je net het schaatsbaantje afloopt. Zo'n glühweinzaakje in. En dan de keuze hebt tussen glühwein, warme chocolade met slagroom. Of een speciaal biertje. En dan zou dit best een speciaal biertje zijn wat mij zou kunnen behagen. Meer dan dat is het ook niet. Soms is kerst ook gewoon lekker, simpel. Niet lullen, maar poetsen. Voor nu zou ik zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende sip of the month. Proost.